kijkers, leuk dat jullie weer kijken. We zijn hier in de parkeergarage van de RAI, de PNR. Want we gaan naar het Prinsengracht Hotel in Amsterdam. En daar kun je niet parkeren. Je moet even voor de tarieven kijken op de website van PNR en de RAI. Ik zet de link hier wel even onder. Dan kan je het zelf opzoeken wat het normaal gesproken kost. Want wij hadden mazzel. Het is nu gratis vandaag. Dus we gaan nu met de metro en dan naar het centrum, naar het hotel. Kijk met ons mee. We zijn door het Prinsengracht Hotel uitgenodigd om in een deluxe kamer te overnachten. Dus we gaan het zien. Welkom in onze kamer. En wij hebben een deluxe kamer met een groot tweepersoonsbed. En naast het bed lampjes en stopcontacten. Hier is een bureau met een koffiemachine en een waterkoker en de televisie. En ik ga jullie meteen even het uitzicht laten zien. Uitzicht op de Prinsengracht. Hier hebben we een bank. Met nog een ventilator, want er is geen airconditioning op deze kamer. En een kofferrek. Grote kast. Met nog extra kussens. Nog een ventilator. En een föhn. En ook nog een kluisje. En dan gaan we naar de badkamer. Nou, er is natuurlijk een toilet. Hier zijn de zeepjes. En plastic bekertjes, een vergrootspiegel, een wastafel en dit is wel grappig, want er zijn twee douches, dus je kan allebei tegelijk douchen. En er is een regendouche en een handdouche. Nou, we gaan jullie natuurlijk nog de rest van het hotel laten zien en we gaan Amsterdam even verkennen, dus kijk met ons mee. Het hotel verhuurt ook fietsen en wij gaan nu op de fiets de stad verkennen. Je ziet het, de rondvaartboten die liggen er werkeloos bij vanwege de corona. Maar ja, Amsterdam is even goed wel een hartstikke mooie stad om te bezoeken. En dan in combinatie met een overnachting in het hotel. Normaal gesproken hebben ze hier een ontbijtbuffet, maar nu vanwege de corona moet je een formuliertje invullen en dan staat alles voor je klaar.
Dit hotel heeft geen keuken, maar heeft een samenwerking met de restaurants in de buurt. Dus je kan hier dineren. Het hotel heeft een eigen binnentuin en is gebouwd in 2 17e eeuwse panden. De manager van het hotel heeft ons gevraagd of we ook jullie even de twin room willen laten zien. En dat is wel ook bijzonder, want dan heb je allebei gewoon je eigen deur. Maar je hebt wel allebei je eigen kamertje. Met dus een tussendeur naar de andere kamer. En je deelt dan wel de badkamer en het toilet. En deze kamer heeft ook, net als onze kamer, gewoon de koffie- en theefaciliteiten zonder koffiemachine. Nou, we hebben lekker geslapen hoor. Goede verduisterende gordijnen, je hoort bijna niets. Alleen de lift die af en toe nou omhoog en omlaag gaat. En er zijn wel wat verbeterpuntjes in de badkamer. De regendouche gaat alle kanten op, behalve de goede. En we gaan nu lekker even ontbijten. Het Prinsengracht Hotel is een 3-sterren hotel en het heeft 5 etages. Wij zitten dus op de 5e etage. Het heeft 34 kamers en die hebben allemaal uitzicht op de gracht of op de mooie binnentuin. Er zijn verschillende soorten kamers. Tweepersoonskamers, eenvoudige tweepersoonskamers en een twinkamer. Klik maar even op de link hieronder in de tekst, dan kun je zien welke kamers er allemaal zijn. Goedemorgen vanuit het Prinsengracht Hotel in Hartje Amsterdam. Ja, wij krijgen het liedje van aan de Amsterdamse grachten, maar niet uit ons hoofd. En dat is ook wel logisch, want als je hier uit het raam kijkt, we zitten recht aan de Prinsengracht, midden in het oude centrum van Amsterdam. Dus prachtige locatie. En vanochtend heerlijk ontbeten, heel uitgebreid. En we werden ook heel vriendelijk geholpen door het personeel. Ja, bij deze ook bedankt hè, voor de uitnodiging die we kregen om hier te komen overnachten en te filmen. We kunnen eigenlijk maar tot één conclusie komen. Dit hotel krijgt van ons een goed. Ja. Ga zo door hè. Doeg.